gisteravond, toen lag er één kalfje achter. Een half uur naderhand lag er in die ook nog een kalfje. En toen zouden de koe gaan melken hier ook. En tijdens dat we gingen melken, vloepte de derde eraf. Nou, dat was toch... Ik ben wel 50 jaar boer geweest, maar drielingen heb ik nog nooit gehad. Niet alleen in Beerta waren er verbaasde gezichten. Een paar kilometer verderop, in Nieuw-Beerta, was het ook raak. Nou, vanmorgen begon de schaap te lammeren. En we haalden één lammer af, we haalden er twee af. We voelden nog een keer en we hadden nog meer poten in koppen. En we haalden er drie af en toen kwam nummer vier. Nou, we zeiden, nu zal het wel klaar zijn. Maar toen kwam er nog één en toen kwam er nog één. Dus we waren heel verbaasd vanmorgen. Helaas was één van de zes lammetjes bij de geboorte al dood. Maar de andere vijf zijn gezond. Ze wouden alle vijf heel goed drinken, dus dit gaat erg goed met ze. Ze zien er wel, ze drinken goed, dus ze zijn wel gezond.